De oude Enk wint de hersengymnastiek finale 2017. En Priscilla Klaassen is winnaar van de sprookjesschrijfwedstrijd. Donderdagmiddag werd er in het Kristal in Apeldoorn de finale van de hersengymnastiek gehouden. Aan deze hersentrainingswedstrijd deden 7 teams mee. De voormalige ziekenomroep, de Zeldengolf, is onderdeel van RTV Apeldoorn. Zij organiseren de hersengymnastiek voor ouderen uit verschillende woonzorgcentra. Hersengymnastiek, wat is dat? Hersengymnastiek, dat is wat de Zonnegolf doet. Een maandelijks feestje in de huizen waar we komen. En dat doen we met 7 collega's. En dat is dan al op vragen op allerlei terreinen. Van geografie, geschiedenis, actualiteiten, biologie, nou, noem het maar op. Alles komt aan de orde. En dan zijn we meestal zo'n 1,5 tot 2 uur druk. De vragen worden bedacht door het team van de Zonnegolf. Hoe kom je aan die vragen? Onze Wilmar Moerman, ik weet niet waar ze zit. Ja. Maar die maakt maandelijks een setje vragen voor ons. Waar we graag gebruik van maken. En 2 voor 12 spelletjes, ja. Aan iedere tafel zat een team. Een team bestond uit maximaal 6 personen. Waarom niet meer mensen laten deelnemen? Nou, maandelijks komen zeg maar tussen de 10 en 20 mensen erop af. Maar zo'n wedstrijdtafel als tafelhoofd, dan kom je met z'n 6, dat is best wel druk hoor. En om dat in goede banen te leiden, ja, als je dan 10, 15 hebt zitten, dat valt niet altijd mee. En zijn jullie er zelf druk mee? Om te organiseren, om het te regelen? Ja, zo'n finale, daar beginnen we eigenlijk al mee. Einde van het jaar waarin we finale gespeeld worden voor het volgend jaar alweer. En doen de mensen graag mee? Ja, ze zitten in sommige plekken zelfs zo dat ze teleurgesteld waren dat ze niet aan de wedstrijdtafel mochten zitten. Ze zitten nu wel in het publiek, maar ze waren teleurgesteld dat ze niet mee mochten doen aan de wedstrijdtafel. Dus dat is, Er wordt geselecteerd? Ja, die zelfselectie. Ze willen allemaal graag meedoen. Nou, op een gegeven moment werd zelfs voorgesteld van jongens, we noteren namen en dan gaan we maar loodjes trekken. En dan wie er afvalt, ja, jammer dan. Het werd een nek aan nek race, maar het raden van verschillende dansen gaf uiteindelijk de doorslag. Het team van de Oude Enk won de hersengymnastiek finale. Zij kregen uit handen van de waarnemend voorzitter van RTV Apeldoorn, Marcel Kervel, de wisselbeker overhandigd. Uw eerste reactie, mevrouw? Nou, we hebben weer gewonnen, hè? Ja, verleden jaar verloren op 0,5 punt. En het jaar daarvoor hadden we ook alweer gewonnen. Dus nu mogen wij weer aan de bak volgend jaar om te organiseren. Maar het is leuk. We vinden het hartstikke leuk. En we vinden het iedere maand, 1 keer in de maand, vinden we altijd hartstikke leuk. 'S Avonds de hersengymnastiek. Ja. En wat heeft u gedaan om dit jaar toch weer te kunnen winnen? Nou, ons best. We hebben gewoon ons best gedaan, want het is niet van tevoren. Want het is heel anders dan dat je 's avonds bij de hersengymnastiek krijgt. Dit is heel anders. Dat kun je niet voorbereiden, want je moet maar afwachten wat voor vragen het zijn. Ja. En nu, bier drinken? Nou, feesten? Nee, ja, we gaan nu naar de Oude Enk. Gaan we in de recreatiezaal. En ik weet dan al, daar staan bloemetjes voor ons. Want ook als we het niet gehaald hadden, hadden we als troost een bloemetje gekregen. Maar nu krijgen we een bloemetje om het te vieren. En dan krijgen we een drankje. De Efteling heeft de afgelopen maanden een sprookjesschrijfwedstrijd der lage landen uitgeschreven. Daar kon iedereen aan meedoen. De winnende sprookjes dienen als inspiratie voor het nieuwe boek die prinses Laurentien en Paul van Loon gaan schrijven. Van de 2800 ingezonden sprookjes zijn er 14 uitgekozen. Een van de winnaars is de Apeldoornse Priscilla Klaassen. Zij werd vrijdagochtend ineens verrast met een bezoek van Olaf Guts, directeur van de Efteling en Assepoester. Wat gaat er nu door je heen? Ja, heel veel blijdschap, heel veel. Ja. Ook wel een beetje een shock en ja, gewoon heel mooi. En waar ging je verhaal precies over? Het ging over engelen en aan de andere kant ook haat en eenzaamheid. En dat als je dat leert te verslaan in jezelf, dat je gewoon veel gelukkiger bent eigenlijk. En hoe ben je op dit onderwerp gekomen? Ik ben gewoon gaan schrijven en dat ben ik dan rijmend gaan doen. En ja, daardoor komen er gewoon bepaalde dingen uit, zeg maar. Dus niet dat ik het van tevoren echt bedacht heb of zo. Het is er gewoon uitgekomen. In het bijzijn van de familie en haar vriend las hij het sprookje voor. Eend is er op een plek hier ver vandaan.
Een land waar engelen bestaan. Ongezien en ongehoord wordt hun rust door de mensen verstoord. De mensen leven daar zonder liefde en met veel haat. Geen mens die nog echt met iemand praat. Door eenzaamheid wordt hun wereld gekleurd. Daarom kunnen zij niet zien wat er echt in dat land gebeurt. Priscilla krijgt een eervolle vermelding in het nieuwe boek en zij mag aanwezig zijn bij de uitreiking van het eerste exemplaar. Zij krijgt dan een uniek gesigneerd boek en 4 entreekaartjes van de Efteling. Waarom is deze wedstrijd georganiseerd? Stichting Natuurpark de Efteling organiseert deze wedstrijd en als stichting vinden wij sprookjes heel belangrijk. Dat is eigenlijk al vanaf 1952 zo, toen de Efteling voor het eerst openging. Toen hebben Anton Pieck en Peter Reinders hebben sprookjes ook geleend van Grimm en Andersson, Roodkapje, Assepoester, die ook hier vandaag is. En toen zijn we begonnen met sprookjes en nog steeds vinden wij sprookjes en verhalen heel belangrijk in Nederland en Vlaanderen, in Duitsland, overal. En toen hebben we gezegd, als we in ons jubileumjaar, 65 jaar, dat weer eens benadrukken dat sprookjes zo belangrijk zijn. En een wedstrijd uitschrijven. Ja, dan eens kijken hoeveel sprookjes er geschreven worden. En wie er allemaal nog sprookjes schrijft. En wij hadden verwacht, nou dat zullen er wel een paar zijn. Hè, die dat allemaal doen. En toen kregen we de eerste binnen. Toen dachten we, jee, dat worden heel veel. Het worden meer dan 1000. Hè, en 1000 is veel. En toen werden het uiteindelijk 2800. Wat waren de eisen om het verhaal te schrijven? Nou, de eerste, belangrijkste, meest belangrijke eis is, er moet niet staan er was eens, want iedereen weet, hè, ook de kijkers weten, en er zat er was eens en ze leefden nog lang en gelukkig. Nee, dan moet je beginnen met er is eens. Dat is een sprookje in de toekomst. Dan zijn de stramine van een sprookje gewoon hetzelfde. Hè. Het moet goed gaan, dan komt er iets kwaads en dan gaat het minder. En dan uiteindelijk hè, leefden ze nog lang en gelukkig. Mensen hoefden daar niet mee te eindigen, maar dat zat er wel in. 1001 woord mocht men gebruiken maximaal. 1001 nachten uit de beroemde sprookjes van 1001 nacht. En die criteria waren. En daarna was iedereen vrij, van jong tot oud, om te schrijven. Nou, dat heeft men heel veel gedaan. En we hebben winnaars van 10 jaar oud en van 64 jaar oud. En daartussenin, en Priscilla, nou, die is inmiddels 26 jaar en is een van de winnaars. En terechte winnaar. En Priscilla, zij is blij. Ja, zelfs heel blij. Ja, ik ben super blij. Ja, ja. Morgen is het wisselend bewolkt met in de middag kans op een bui. De wind is matig en het wordt 17 graden. In de avond en nacht klaart het op en zakken de temperaturen naar de 9 graden en de wind is zwak. Zondag en maandag is het wisselend bewolkt met zonnige perioden. Het is droog, overdag liggen de temperaturen rond de 20 graden en in de nacht rond de 10 graden.